vlog dag 5. Zo, ik heb heel weinig gevlogd vandaag. Ik zeg elke dag dat het de volgende dag leuker wordt. Maar er is geen tijd. Mijn vlogcamera is er ook mee opgehouden. En dan hier. Er is zelfs een IKEA kastje. Een stoel. Er is een plant. En lekker zo. En er is een zeer professionele stofzuiger. Hoe krijg ik die nou op te... Wauw. Hallo, welkom bij mijn vlog. Ik ga even mijn klusboek of de day opnemen. Nou, we zitten nu in het voorjaar van 2017. Het is een goed seizoen om de klusboden voor dit jaar te bespreken. Ja, waar ik zelf altijd van hou als ik aan het klussen ben, is gewoon een beetje simpel houden, elegant, maar gewoon ook een beetje functioneel. Nou, ik heb vandaag gekozen voor een whitewash paint effect broek. Het is een gewoon een super satisfying broek. Krijg ik nu helemaal goed op video. Maar ja, ik kies er altijd voor eentje die gewoon een beetje goed valt. Er is veel discussie in bouwvakkersland over het afstijlen met de bouwvakkersdecolleté. Ja, kun je van houden. Het maakt je outfit wel helemaal af als je gaat klussen. Maar persoonlijk probeer ik altijd te gaan voor een broek met een iets hogere taille. Gewoon, dat is meer mijn persoonlijke smaak. Nou, ik heb als accessoires gekozen voor de transparante bril. Die is helemaal. Ja, die past heel goed bij deze outfit, vind ik zelf. Ook met dat wit dat, van dat stof, dat komt dan een beetje terug in mijn shirt. En bovendien is het ook echt heel handig als je nog wat wil kunnen zien als je aan het schuren bent. Nou, tenslotte, schoenen is altijd de grote vraag als je aan het klussen bent. Ja, persoonlijk, maar dat is mijn mening, vind ik dat zo'n klusoutfit prima kan zonder hakken. Ja, met maakt het al iets meer af nog, maar ja, ik kies er toch een beetje voor comfort, want ik hou gewoon zelf van wat meer van platte schoenen als ik aan het klussen ben. En nou, ik heb gekozen voor een Italiaans merk. Ik heb het zelf nog een beetje afgewerkt met wat witte verf accenten erop. Ook omdat het dan weer terugkomt in mijn shirt. Dus ik dacht, nou, dan is het gewoon een leuke, ja, toch een soort van leuk detail om toch jezelf je outfit een beetje te pimpen als je aan het klussen bent. Nou, dit was mijn outfit voor vandaag. Morgen doe ik weer een nieuwe. Bedankt voor het kijken. Doeg! Ik maak dus echt de raarste dingen bij mijn nieuwe flat. Zonder overdrijven heb ik al 2 keer met iemand gepraat die helde op straat. In 2 dagen. Vandaag om 2 uur zat er in mijn auto een meisje een fles wijn leeg te drinken. Het is echt waar. Er was een meisje op straat en die zei... Meisje, het was denk ik een vrouw. Ik denk dat ze 27 was of zo. En ze zei, mag ik alsjeblieft mijn telefoon opladen in jouw auto? Want ik heb alleen een autolader. En ze was buitengesloten en ze was dronken. En ze was bang dat haar tante, die aan de overkant woonde, zou zien dat ze dronken was. En daar moest ze bellen. Ja, heel super wazig verhaal. En nou, ik deed er nog een vriendelijk advies om misschien dan de fles wijn weg te gooien. Of niet op te drinken op straat. Leek me degelijk advies. Maar dat sloeg ze in de wind, want ze zei dat er een vloek op haar rustte. Ja. Dus dat soort dingen maak je mee. Dat was het stuk-experiment. Het is nu afgelopen. Plan B. Deze gaan terug. Oké. Het muur-stuk-experiment is een einde. En we gaan nu ons best doen om te schilderen. En ik ben helemaal vergeten het historische moment van de eerste verfstreek op film te zetten. Maar hier alsnog. Het is wel heel beige. Ik heb heel erg op mijn telefoon. Ik ben nog geen 3 minuten bezig. Ah, shit. Ik bedenk echt net een hele leuke woordgrap die ik had moeten maken in mijn schilderfilmpje. Ik ga hem straks nog een keer opnemen. Dan maak ik de woordgrap alsnog. Dus dat is suf. Ik zit dus nu een ultieme studentenmaaltijd te maken. Pasta pesto. En ik vraag me in één keer af. Is de Italiaanse vlag rood, wit, groen? Omdat al het eten rood wit groen is. Is het toeval? Of ga ik straks moeten?
grap. Oké, gaan we. Dit is een historisch moment. De eerste verflaag. Echt helemaal geen goede woordgrap, sorry. Oh, oh. Nog meer breaking news. Ik heb een subscriber. Superleuk. En ik ben vrienden geworden met de schoonmaker. Die heet Henk. Zo aardig. En met de mevrouw bij de gamma. Die zei, ben je daar nog niet klaar? Ik zei, nee. En nou, ik heb er weer zin in. Morgen komt mijn vloer. Morgen komt er weer verse hulp. Die nog niet moe geschilderd is. Daar ga ik echt flink gebruik van maken.